Bij scholen voor speciaal onderwijs in de regio zullen tientallen arbeidsplaatsen verdwijnen. In totaal gaat het over 26 FTE. Een en ander is het resultaat van een bezuinigingsronde van 1,8 miljoen euro. Onder meer de Sint Maartenschool, de Werkenrode School en Talita Kumi worden getroffen door de bezuinigingen. Bestuursvoorzitter Werner Willemsen bevestigt de maatregel en gaat eerst op zoek naar medewerkers die ander werk willen. Als dat niet voldoende is, volgt een verplichte ronde. Maar voor die tijd gaan we een overleg met de vakbonden voor het opstellen van een sociaal plan, aldus Willemsen. Alle medewerkers zijn inmiddels op de hoogte gesteld van de bezuinigingsronde. Ouders zullen binnenkort tijdens een speciale ouderavond worden bijgepraat over de aanstaande veranderingen. De ontslagen treffen niet alleen het onderwijzend personeel. Ook leden van het onderwijsondersteunend personeel zullen de organisatie moeten verlaten. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.